hier een ontbijtje? Hallo, Lixie. Tuurlijk ook. Lekker. Dat is het. Zo, we hebben het. Zullen we lekker bij, kinderen? Dan gaat hij lekker. Nee, niet zo. Hey. Wel heel gezellig zo. Ja, hè? Zo, Luan is toe rekenen, jongen. Ja, dat kan wel. Zo, nou ja. Oei. Zo, Lu, heb je in jouw haren staat die? Hé, hey, wat zijn je... Dit is nog vol te houden. Voor 24 uur. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En ik zit hier lekker naast ons paashuisje Luxie. We hopen dat jullie allen een fijne paas hebben gehad. Want als deze vlog online komt, dan is paas al geweest. Vandaag is vlogdag 1701. En Luxie, wat zie je idee. Hé, hey, en Luxie, weet je wat papa net las? We hebben de 450.000 abonnees met z'n allen behaald, Lucille. Dus dank jullie wel allemaal voor deze ontzettend mooie mijlpaal. Ja, en ook een hele goede morgen hier van ons. Vandaag hebben we een hele leuke challenge. We hebben namelijk gisteren een springkussen in onze achtertuin gekregen. Omdat we gisteren 1700 dagen achter elkaar vlochten. Woehoe, al heel erg lang. En vandaag de 1701 dagen achter elkaar vloggen. En ja, Lux heeft een heel mooie tekening gemaakt. Ik zal even laten zien. Wat willen jullie vandaag doen, kinderen? De hele dag op het springkussen. De hele dag op het springkussen doorbrengen. We zitten nog steeds in de coronacrisis, dus dat betekent dat de kinderen niet naar school kunnen en mama thuis les geeft. En dat betekent ook voor jullie dat jullie thuis school op het springkussen krijgen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan jullie eerst als jullie weer gaan naar het springkussen toe, want de tijd is al begonnen. En dan gaan jullie eerst met mij even lekker spelen op het springkussen. En we moeten hem nog even opblazen. Go! En je moet hem ook nog even opblazen, hè? Ja! Kijk, hier ligt het springkussen. En dan drukken ze op het knopje. Hier ergens aan een knopje. Goed zo. Kijk, en dan gaat hij, hè? Ja, gaat hij heel snel. Dat gaat super snel, hè, Luxie? Ja, het is echt maar iets van 15 seconden. Nou, dat denk ik ook. Zo hard kan mama niet blazen, hoor, zo snel. Zie je dat, Sil? Daar gaat hij, jongens. Lucht in. Daar gaat hij. Luxie is erbij gaan zitten. Oh, ja, mooi, hè? Ja, pop. Kijk, hij is al bijna boven. Nou jongens, hier gaan jullie de hele dag verblijven. De hele dag. Gaat dat lukken, jongens? Hé? Hey? Ja, gaat het lukken? Oké, nou. Oei! Als jullie even lekker gaan spelen, ga ik jullie een ontbijtje brengen, goed? Ja. Oké. We zijn weer lekker in de tuin aan het spelen. Op een supergrote springkussen. En ik heb hier lekkere croissantjes voor ze gemaakt. Ik ga ze even vragen of ze al een beetje trek hebben in een ontbijtje. Hallo, ik heb hier een ontbijtje. Kijk eens, zal ik hem er doorheen sturen? Doen. Kijk eens. Even. Alsjeblieft. Nou, eet smakelijk, jongens. Ik doe net dat harde geluid. Ja. Als jullie de hele dag op het lucht springkussen willen blijven zitten. En je gaat van de glijbaan, dan ga je er wel vanaf, hè? Nee. Zullen we doen dat je dan alleen op de grasmat mag blijven? Ja. Ja? Want kijk. Ja? Oh ja. Ja, weet je wel, kijk, want hier, we hebben hier grasmatten liggen. En als ze natuurlijk van de glijbaan afgaan, dan komen ze er even af. Maar dan gaan ze meteen weer zo erin. Of ze lopen zo. Ja, en dan heb je hier ook een, kijk, een poortje. En dan kan je er zo weer in. En dan ben je hier weer op het springkussen. Hallo, Luxie. Een lekker ontbijtje. Dat is lekker, hè? Mooi. Ja, mooi. Mooi. Ja? Dat je gewoon. Ja? Ja, je mag alleen maar op het kleed blijven. Jullie mogen er niet af vandaag. Alleen zo, zeg maar, hier zo op dit grasmatje. Goed? Ja? Maar mag het ook op deze? Ja, eigenlijk niet. Hier, hier, op het grasmatje. Yes, ik kan ja. Het toch op mij. Ja, oh, je wil bij je box. Ja, alleen dat grasmatje dan. Alleen het groene. Ja, het groene hoort toch bij het springkussen. Zella, dat mag niet. Hop, 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 hop. Zo gaat glijden. Want... Ja, oké, okay, alleen dat dan. Maar jullie snappen hem. Goed? Er moet natuurlijk wel gewoon thuisschool gegeven worden. Dus wat heb ik hier klaargelegd? De thuisschoolspulletjes met het grote schoolbord die ik gebruik. En dan brengen we gewoon de thuisschool naar het springkussen toe. Dat kan natuurlijk ook. Wow, wow. Oké, heel handig. Zo, hebben jullie het ontbijtje bijna op, kinderen? Ja! Het is tijd voor de thuisschool. En
kijk eens, even de kruimeltjes van het springkussen af. Hier. Kijk, even alle kruimeltjes ervan af. Ik heb hier ook eventjes wat lekkere dekens. Want het is nog een beetje frisjes op het springkussen. En we willen natuurlijk wel lekker zitten in de thuisschool op het springkussen. Dus we hebben hier allemaal lekkere dekens. En deze kunnen we even lekker gaan neerleggen. Hebben we zelfs lekkere kussens er neergelegd. Ah, lekker! Dat is een lekker bedje. Maar goed, we gaan wel thuisschool doen, dus mama gaat even de schoolspullen pakken, ja, goed? Ik ga van de glijbaan. Oké. Okay. 1, 2, joehoe! Nog een keer! Zo, we hebben het schoolbord er ook neergezet. En hier hebben we de schoolspullen. Komen jullie liefies? Ja. De schoolles begint. En daar komt de eerste binnen. Hallo liefjes! Hallo! Zoek maar een plekje in het klasje van mama. In het kleine babyklasje. Een kleine klasje. Nou, wel heel gezellig. Ja. Gezellig. Ook al zit er mee in krap, het blijft gezellig. Oké, kom maar. Kom je erbij? De les gaat beginnen, liefie. Nou, liggen jullie er lekker bij, kinderen? Ja? Nou, dan gaan we beginnen met de les. Ja, Nijn. Je bent Nijn, ja. Dan gaan we eerst beginnen. Ja, Woes en Pip willen ook, hè? Nee, Woes en Pipje, dat kan niet. Dan gaat hij lek. Nee, Woes. Woes, nee. Oh, Woes. Kom maar even kijken. Woes, kom maar even kijken. Ja. Ligt toch even. Nee. Zo, gaan ze lekker erbij liggen? De hondjes zijn er toch lekker knuffelig bij gekomen. Ze hebben gelukkig niet zulke scherpe pootjes en hebben dekens liggen. Dat is toch leuk, hè? Ja, leuk. Kijk, ze dan zitten. Oh, lekker, hè? Hé? Hey. Lekker plekje, hè? Zo. Oké, okay, jongens, gaan jullie opletten? Ja. Dan gaan we beginnen met... Lucie, shh. Gaan we beginnen met de spelling van Luan. Kijk eens, jongen, dat is jouw boekje. Waar kan ik Lucilla, die heeft dat boekje. En hier heb ik jullie pennetjes. Heb jij ergens een bordje? Maar dit... Dat is een goeie, een ondergrond. Die ga ik even pakken. Nou, Luxie. Het is echt nu begonnen, jongens. De 24 uur. De kinderen zijn met hun schoolwerk bezig, zoals jullie zien. Heerlijk hier in het opkomende zonnetje. Luan die is een spellingsboekje aan het doen. Met opdrachten die hij van de juffrouw heeft gekregen. En Lucilla is dit activiteitenboek aan het maken. Met allemaal spelletjes. Om een beetje ook wat te leren. Even kijken, zal ik even lezen? Hoeveel dieren staan er afgebeeld? En dan moet je tellen. Tellen hoeveel dieren en dan zit je daar, schrijf je in hoeveel het is. Luxie heeft een tweetje gevonden. Ja, jongen? Ik vind dit vaak. Even kijken, dan moet je lezen. Als ik bij mijn huis kom, en dan maak je de zin af. Want ik ga naar de stad. Krijg ik een toetje, zet ik mijn fiets in de schuur. Dan zet ik mijn fiets in de schuur. Ja, heel goed, Noah. Ik zit in de bus, want ik ga naar de stad. Ja, goed zo, Noah. Oh, Luxie wil ook een mooie tekening maken op het schoolbord. Mooi, Luxie. Ja, heel mooi. Dat kan jij mooi tekenen. Wauw, dat is mooi. Kunst van Luxie. Ja. Yay. Yay. Kunst van Luxie. Mooi. Mooi. Nou, wat hoop je, jongen? Dat deze springkussen de hele dag dit wel houdt. Nou, dat denk ik wel, hoor. Zolang die blazer aanstaat, blijven wij erop zitten. Ja, dat ga ik gewoon lekker doen. Nou, ik vind het wel heel gezellig zo. Ja, ik ook. Ja. En het zit ook lekker. Het zit ook lekker, ja. Luan zei net van het lijkt alsof we op een waterbed zitten, hè? Ja. Lekker luieren en ondertussen een beetje huiswerk maken. Deze tegen de bal. Ja. Vaak is het warm, maar nu is het lekker. Ja, alles is van lucht, hè? Even kijken. Teken de lijnen tussen de bijbehorende tegenstellingen. Lang. En dat is kort. Mooi, Luxie. Oh. Hi. Ziet er gezellig uit, hoor. Ja. Ja, hè? En nou gaan we hier. Rijk, een rijke man. Dat is een rijke man, hè? Moet je daar een vinkje zetten. Half, een halve peer. Dit een halve peer of is dat een halve peer? Dat. Ja, dan moet je daar een vinkje zetten. Kijken. Goed zo, Lucilla. Ja. Zo, Luan is toe aan zijn lezen. En hij moet even zijn benen strekken, hè, jongen? Ja. Even kijken. Wil je even je benen strekken? Wat wil je?
Een kussen, ja. Kijk eens, een kussen. Ze loopt naar boven en dan hebben we hier... Oh, kussen. De, ook jou een kussen. Kijk eens, ook een kussen. En we hebben hier de leesboekjes. Alsjeblieft. Thank you. Jouw opreis. Kan hier allemaal speelgoedjes kopen, maar je hebt wel 15 euro. Wat kan je allemaal kopen? Dat kijk, gaan we nu doen. Dus dan heb je in ieder geval 7 euro. Ja. Ja, dat kan wel. Nee, want je mag maar 3 dingen hebben. Zo, nou jongen. Huiswerk zit erop. Top gedaan. Kinderen waren de hele ochtend nog in hun thuispakken, maar ik heb hier de kleren voor ze. Willen jullie nog even lekker aankleden? Ga je naar boven aankleden? Oké, okay, moet ik het naar boven gooien? Gooi je de kleren naar boven, goed? Kan het, hè? 1, 2, 3. Oei! Oh, bijna. Oh, zo, ga jij naar boven omkleden? Niet zeker. Zo, Lu, heb je kleren al bijna aan? Ja. Ja, ben je weer klaar voor vandaag? Goed zo, jongen. Ik heb een klusje voor jou. Een klusje? Jouw haar. Jouw haar is statisch. Jouw haar vliegt in de lucht. Kijk dan. Je hele haar is in de lucht. Oké, okay, wat wil je doen, schatje? Wat moet ik doen? Die op mijn slaapkamer. Ja, die leg ik op je slaapkamer. Nee. Ja, oh ja, ga je ook aankleden. Goed zo, Luxie. Ook even jouw kleedjes aandoen. Verder. Luxie is inmiddels in slaap gevallen, wat jullie net hebben gezien. Ik ben eens even aan het kijken. Ik ga eens even kijken wat de kinderen aan het doen zijn. Ze liggen hier met z'n tweeën te chillen. En volgens mij zijn ze TikToks aan het bekijken. Vinden jullie dit leuk, hè? Ja. Ja? Ja. Velen jullie nog niet? Hier op het... Nee. Op de TikToks kijken niet. Oh, deze is ook grappig gestild. Deze heb ik ook eerst gezien. Nou, de kids gaan nog even verder met de TikToks bekijken. Mandje dicht en op naar huis. Terwijl de kinderen zich vermaken op het springkussen en TikToks aan het kijken zijn. En Luxie lekker in slaap is gevallen op de bank buiten. En Daniel nog even wat boodschappen aan het doen is. Ga ik eventjes wat lekkere knakworstjes opwarmen voor de lunch. En de worstjes en appeltjes zijn klaar. Wat drinken erbij. Ik moet zeggen, de kids zitten al echt de halve dag op het springkussen. En ze maken zich op het moment heel erg met TikTok filmpjes kijken. Vanochtend hebben ze natuurlijk goed gewerkt en hun huiswerk. Maar nu zijn ze gewoon heel erg tijdsverdreven met hun TikTok filmpjes. En tot nu toe houden ze het allemaal nog prima vol. Krijgen jullie al een beetje trek in de buik, kinderen? Ja. Ja? Kijk eens, zal mama het hier door het gordijntje schuiven? Pak maar aan, Sil. Zo. Wat even lekker te eten hier in het springkussen. Want hoe gaat het, jongens? Is het nog vol te houden? Volgens mij is dit een appeltje eitje voor jullie, of niet? Jullie vermaken je wel met TikTok-filmpjes kijken. En vanochtend school gehad. Volgens mij hoor ik papa thuis komen, jongens. Nou, ik ga eens even kijken hoe de boodschappen bij papa is gegaan. Nou, eet smakelijk, hè, jongens? Ja, ja. Eet smakelijk. Terwijl de kinderen nog even netjes op het springkussen blijven, ga ik eens even kijken wie daar thuis komt. Ja, Daniel, die komt thuis. Thuis bezorgservice. Kijk eens, een karretje vol boodschappen. Een karretje? Lekker, papa. Wel precies, wel gelukkig. Met een meloen, yes. Hadden ze nog meloen? Ja. Oh, en de paaseitjes. Ja, ze hadden de grote paaseitjes niet meer, maar ik heb voor de kinderen hier een grote paaseitjes. Oh, lekker. Deze. Ah, voor de Pasen. Pasen. Goed gevangen, vader. Goed ja, gedaan. Ik heb alles gehaald, behalve de croissant. Oké. Zo, terwijl mijn liefste alles op alfabetische volgorde weer in de kastjes gaat zetten, ga ik even kijken, want de kinderen die schijnen zich helemaal thuis te voelen. In een luchtkussen voor 24 uur. Nou, wat hoor ik van mama? Jullie blijven hier wonen. Ja. Ja, dat is wel cool. Wie is daar weer wakker? Hey, Luxie.
Nou, de kinderen zijn nog steeds op een springkussen aan het spelen, kijk. Wat zijn jullie aan het doen, jongens? Wat zijn jullie allemaal druk aan het doen? Zullen we eens even gaan kijken? Zijn jullie tikkertje aan het spelen? Ja, statisch. Je hebt statisch haar, Luan. Woezel en vader. En Pip ligt hier lekker, hè? Ja. Ja, lekker rustgevend ook, hè? Ja, een paar bladzijden lezen. Wat zeg je? Een paar bladzijden lezen, je valt in slaap. Zo, Luxie, even lekker een slokje water, hè? Hebben jullie lekkere aardbeetjes, hè? Oh, lekker. Ja, een kusje eraf. Zo, niet smakelijk. Poppetje. Voor de rest heel leuk, zo'n springkussen. Alleen, het geluid mag wel wat minder. We snoepen nog even wat lekkere arbeidjes, hè? Ja. Lekker, Luxie. Lekker, hè? Lekker smullen. Lekker smullen, liefie. Kijk eens, lekker smullen. Dat is lekker. De kinderen zijn weer even tot rust gekomen en we gaan leuke dingen doen hier op het springkussen. Lucilla die wil een spelletje spelen. Huisje, boompje, beestje gaan we samen doen. En Luan, wat wil jij doen? Ik ga jouw haar mooi verkleuren. Mijn haren verven. Met haarkrijtjes, hè? Ja. Met haarkrijtjes, oké. Okay. En Luxie, kom Luxie even kijken. Ik ga je haar verven. Kom je er ook gezellig bij, Luxie? Doe. Ja. Bye. Ja, ik kan er niet bij, hè? Nee, moet je op de stoel gaan staan. Hoi. Hoi. Kom dan maar door. Kijk. Ik kom zo open. Ja, kom je erbij zitten? Dat is gezellig. Gaan we lekker een spelletje spelen op het springkussen. Ja, gezellig. Ja, kan jij nu gezellig, jongens. Luan, ik ga met een krijtje mijn haar tekenen. Tada! Dat is een schatje. Wordt dat wat, jongen? Ja. Is dat niet? Wat is dat voor spuit? Dit is gewoon water. Ja. Oh, dat is water. Wat? Wat is echt? Ja. Kijk, eerst moet je met water spuiten. Ja. En dan met een krijtje. Ja. Maar tekenen in mama's haar. Mag alleen met de krijtjes.
ik hier met Lucilla een spelletje spelen, schatje? Ik ga eerst. De andere kant staan. Ja, huisje. Ja. Ga je die doen? Ja. Ja? Oké. Okay. Jij. Oh. Hoi. Mam, jij. Ja. Mama. Lukt het? Ja, mama weggooien. Dan zet ik hem tot de auto. Maar ik ben verder. Jij bent verder, ja. Mama, ik ga weer dan. Oh. Roos was het. Ik heb eerst beestje. Een paprika. Twee keer, oké, dan mag je nog een keer. 1, 2. Wat is het? Huisje. Ja, tuurlijk, het huisje. Poepie. Mooi, Luxie. Die? Ja, wat die? Is het mooi? Ja. Ja? Ja. 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 Mooi. Van mij. Ja, jij. Ja, kan jij heel goed, hè? Van mij. Ja, jij. Mama nou weer met de Lucilla spelen. Kijk hoe ver ik hier mee. Je moet ook wat weer doen. Een huisje. Yay. Mag ik nog een keer? Oh, dan mag ik ook nog een keer. Au, 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 au. Kijk, moet ik een beetje water in doen? Ja. En mama. Ja? Jouw haar die is klaar. En hier nog, ja. En je ziet heel goed. Ja? Oh. Ja? Kijk, en hier ook nog een als beetje bruin. Regenboog? Ja, echt alle. Nou, niet van de regenboog. Van de regenboog. Nee, oh, want mooi, die zaten er niet bij. Heel mooi. Nee, alsjeblieft. Hé hey Lu, wat heb je gedaan? Mijn haar. Je hebt gele haren. Hoe heb je dat gedaan? Oeh, Lu. Ben jij in de badkamer geweest, jongen? Ja. Ben jij stiekem van het springkussen geweest? Ja. Heb je uit het kastje een haarspray gepakt? En nou die andere spray waarvan we dachten dat het een spray was, maar dat was het niet. Ja. Oké, okay, wat ga je daarmee doen? Luan is van het springkussen, wat vinden we daarvan? Niet goed. Wat vinden we daarvan? Nou, op het groene kleed, hè? Op het groene kleed, ja, oké. Okay. Maar dit stond boven in de badkamer. En boven in de badkamer stond geen groen kleed. Nee. Dus? Nou, de Zilla heeft het nog wel goed volgehouden. Wij zitten nog keurig een spelletje te spelen hier in de springkussen. Ja, maar ik kan niet. Oké. Okay. Zil, ik kom zo terug, hè? Doei. Doei. Nou, Luan die is dus van het kleed afgegaan. En hij ligt, papa ligt dus te slapen. En hij wil dus... Hallo, papa. Ook weer wakker. Hè? Nou, dat is goed gelukt. Ja, alleen jullie zijn wel alle twee van het springkussen. Zullen wij nog even snel terug naar het springkussen dan? Ja. Ja, gaan we de challenge even afmaken? Kijk. Ja, nou, daar zijn we weer. Gaan we weer verder met het spelletje spelen? Ja! Even lekker een snoepje eten? Ja. Op het springkussen. Oeh, heb jij een lekkere hamburger? Oh, lekker, lekker. Mama, gaat ook nog eventjes van de glijbaan, hoor. 1, 2. Joei! Yay, Lucy! Oeh, ja, dat is een aardbei. Lekker. Is voor mij. Oh, is die voor jou? Lucy. Nou, Lu, challenge is niet helemaal gelukt, hè? Nee. Het ging heel erg echt? Goed. Lage duim. Alleen op het allerlaatste, wat deed jou hetgene doen dat je eraf ging? Waarom ging je er vanaf? Om papa voor de grap te houden. Jij zag papa slapen en toen kreeg je een plannetje. Ja. En dan kon je jezelf niet weer houden om er toch maar af te springen, hè? Nou, daar was papa heel blij mee volgens mij. Ja, hoezo ook. Hoezo ook, ja. Vond je het weer een leuke vlog geweest, hè? Voeg je hart, boem boem mee, wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Dus
dans mee en blijf in staan.